zijn we weer. We staan nu dichter bij deze enorme hoeveelheid Polen. Ik kan mijn best dit weer niet goed kwijtraken. Er staan alvast mensen daar op dit gigantische ding. Er staan nog steeds Google observers. Er staat een verslaggever. Er staan medewerkers. Dit is dus een van de havens waar ze onder andere dirty diesel vervoeren. Dirty diesel houdt in dat diesel die niet geschikt is voor de Europese markt, dus die zo smerig is dat die op de Europese markt niet gebruikt mag worden, die wordt dan vervolgens gemixt met andere dingen en op de Afrikaanse markt gedumpt. Dat is iets wat natuurlijk niet op deze exacte plek gebeurt, maar wel in deze haven en wel met toestemming van de Nederlandse overheid, van Europa. Want ja, die vinden het blijkbaar niet zo erg als er op andere markten shit gedumpt wordt. En die vinden het blijkbaar ook niet zo erg dat deze enorme hoeveelheid kolen gewoon opgestookt wordt naar boven en nog verder alles opwarmt. Hier gaan we dus naar boven om iets te doen, om te maken dat het in ieder geval vandaag stopgezet wordt. Maar eigenlijk moet dit natuurlijk volledig stopgezet worden en voorgoed verdwijnen, omdat dit, ja, één dag maakt misschien niet super veel verschil. Alhoewel het wel best wel veel verschil maakt. Over Ende Gelände werd verteld dat vorig jaar dat met als alle mensen die daarheen waren gegaan, 4 keer naar New York zouden vliegen, dan heen en weer, dan zou net zoveel uitstoot zijn als ze daar in één dag gestopt hebben. Dus qua uitstoot. Dus dan moet je even nagaan hoeveel verschil je eigenlijk kan maken. Dus als je 1 keer meedoet aan zo'n actie, kun je daarna dus 4 keer naar New York vliegen. Nou, best wel chill. Ik weet niet of dat vandaag ook zo is en hoeveel we stopzetten. Maar het is natuurlijk deels om daadwerkelijk verschil te maken, om het stop te zetten voor een dag. Maar deels is de bedoeling natuurlijk ook om te laten zien, we kunnen dit. We gaan dit vaker doen. We zijn natuurlijk een beweging die groeit. Het is ook in het buitenland, het is met Ende Gelände, het is in andere landen. Het wordt steeds groter. We kunnen dit, het is nodig en we zijn bereid zo ver te gaan als het moet. En ik denk eigenlijk dat steeds meer mensen bereid zullen zijn steeds verder te gaan om iets te doen tegen klimaatdestructie. Omdat, ja, het is ook nodig. Ik sprak gisteren iemand en die zei, ja, eigenlijk weet ik niet of ik wel kinderen wil, omdat, nou ja, omdat we de aarde kapot maken en het dan niet een goed idee is om kinderen op aarde te zetten. Nou, ik vond dat best wel heftig. Ik heb een hekel aan kinderen, dus voor mij maakt het niet uit. Maar als je dat een soort van in je achterhoofd houdt, dat het zo heftig is dat gewoon sommige mensen al denken van ja, kinderen, moet dat wel? Wat kan ik eigenlijk doen? Ik denk ook dat het probleem... Ah, komt een mic check. Ik ga weer stoppen.